komende weken duik ik onder in de wereld van GHB-gebruik op het platteland. Ik trek op met verslaafden en dealers en krijg een inkijkje in hun leven. Hoe langer ik met hun optrek, hoe dieper ik word meegezogen in een draaikolk van gebruik, afhankelijkheid en sociale ellende. Eerst was ik echt gewoon zo kopziek gefriekt geraakt. Ik ben nou niet meer zo'n XXL-junkie. En dit is GHB. Ik ben helemaal high, hoor. Zo'n vuur laten gevaarlijk. En dan gaan we niet alleen benaderen. Dan wordt hij wel eens gebruikt, wist u. Ah, het Wilde Westen. Ja, het is het Wilde Westen. Ik ben mijn rijbewijs niet kwijt, hoor. Regelmatig voelt het alsof ik in een slechte film terechtgekomen ben. Een B-film waar ik maar al te graag uit wil stappen. De kwetsbare, aandoenlijke verhalen van deze zwaar verslaafde jongeren zorgen ervoor dat ik door blijf gaan. Kijk, ik ben verslaafd. Ik ben een junk, hè? Snap je? Dit is zeg maar al G. Want nu doe je er vloeibare speed bij. Vind je het fijner dan gewone speed? De vloeibare krijg ik misschien wel plekken in mijn gezicht of zo. Snuifbare word ik heel erg spichtig van. Het is gewoon rotzooi. Ik heb zelf in mijn leven drugs gebruikt en ben niet snel onder de indruk. Maar ik hoor angstaanjagende berichten over mensen die doodgaan door de GHB. Daar is jouw man overleden. Waar is hij aan overleden? Overdosis GHB. Ik nam steeds meer. Je gaat zo meteen zoveel gebruiken, dan ga je gewoon dood. Ja, dan kijken we op het spoor en dan zien we daar een lichaam liggen. Mensen die door GHB meer dan 80 keer in het ziekenhuis belanden of meer dan 20 keer in een afkikkliniek. Binnen hoeveel tijd kan ik in de kliniek zitten ongeveer, denk je? Want je bent teruggevallen in GHB? Ja, en speed. En slaappillen. Hoe kan het dat een hele generatie jongeren op het platteland zo in de greep is van GHB? Waarom lukt het hen niet of nauwelijks om van de GHB af te komen? Faalt de hulpverlening? Moeten we deze jongeren beschouwen als een opgegeven generatie? En als het antwoord daarop ja is, moeten we ons daar dan bij neerleggen? Ik ben Tycho Gernand en dit is mijn zoektocht. Oordeel zelf maar.